Na 10 uur vliegen. Nou, dat kan je wel zien, want ik zie er niet meer uit. Maar we zijn in ieder geval aangekomen, dus... De 2 zieken. We gaan straks met een karretje gaan we naar onze kamer toe. Ja. Goedemorgen, we zijn gisteravond aangekomen in Curaçao. Het was allemaal best wel pittig. De vlucht was 10 uur lang. Nou, dat is voor mij echt niet te doen. En ik ben ook nog ziek, dat horen jullie misschien wel. Ik hoest heel erg en ik was heel verkouden. Dus ik maakte me een beetje zorgen om 10 uur lang te moeten vliegen. Dus dat ging niet helemaal goed. Ik had uiteindelijk een pilletje gekregen waarvan ik rustig werd. En toen was het helemaal goed. Toen ging de vlucht op zich nog wel redelijk snel voorbij ook. Maar ik hou gewoon ook niet zo erg van vliegen. Dus daar maak ik mezelf dan weer helemaal gek en zo. We zijn in ieder geval aangekomen in Curaçao. En het is echt super warm. Het is hier gewoon 27 graden. Ik ga eventjes naar buiten lopen en jullie eventjes mijn uitzicht laten zien. Het is echt... Nou, dit is natuurlijk gewoon echt puur genieten. Het is gewoon winter in Nederland en ik zit hier gewoon in een zomertemperatuur. De zon schijnt alleen nog niet. Het zou ook misschien wel kunnen regenen vandaag. Goed, dat laat de pret niet bederven, want het is super warm. En ik vind het helemaal prima. We gaan zo meteen even lekker ontbijten. Gaan we lekker genieten van alles hier. En oh ja, we zijn hier trouwens omdat mijn vader hier moet optreden voor nieuwjaar. Gerard Joling en Thomas Berg zijn er ook. Ja, die gaan optreden hier, dus daarom zijn we hier eigenlijk. Dus dat is echt super, super geweldig leuk. En ik ben ook echt heel benieuwd hoe het hier wordt gevierd, oud en nieuw. Volgens mij is het hier echt feesten gewoon. Dus ik ben echt super benieuwd. Eerder dan in Nederland. Dus het is daar echt al bijna nieuw jaar. En hier is het nog 4 uur 's middags. Dus dat is echt super raar. Het is daar gewoon al avond. Het is heel raar. En ik heb ook helemaal niet het idee dat het straks 2018 is. Maar ja, het valt wel goed in. Beetje gek. Ik ben zo intens aan het genieten, jongens. Ik wil gewoon elk jaar zo wel een oud en nieuw vieren, hoor. Dit is gewoon het beste scenario om een nieuw jaar in te gaan. Beter kan niet. Denk je? Ik moet uit de hotelkamer lopen. Ik van de trap. Ah! Oh, deed toch pijn. Ik ga stuk. Het is nu hier 7:15, dus dat betekent dat het in Nederland al nieuwjaar is. En even serieus, het vuurwerk wat ze hier afsteken is echt ongezond. Het is zo hard. Het doet echt pijn aan je oren. Nou echt, hè? Wij hebben dat vuurwerk niet in Nederland hoor. Het is echt, echt niet normaal. Ik ga even kijken of ik het nog kan filmen. Super gaar! Happy New Year! Yes,
morgen. Het is 1 januari en we moeten opschieten. We gaan nu in ieder geval ontbijten. Dan gaan we lekker aan het strand liggen, want het is super mooi weer. Dus lekker van genieten, hè? Yay! Wij gaan even naar de winkeltjes toe, want ik ben mijn scheermes vergeten. Love my life. En gewoon even kijken. Dinsdag en ik lig alweer de hele dag op het strand. Ik ben wel echt flink verbrand op mijn schouders. Dat is wel echt super vervelend. Maar oh, jongens. Ik heb er gewoon geen woorden voor hoe chill dit is. Dat water ook. Het is gewoon zo blauw. Ja, waarschijnlijk zien jullie er echt geen hol van door de zon. Maar het water is zo blauw. Daar kan je het wel zien. Elke keer als ik weer naar het strand loop en ik zie dat blauwe water, dan denk ik echt... Ik wil hier gewoon voor altijd blijven. Lekker verbrande koppie. Maar goed, we gaan even lekker eten. We gaan als er plek is bij de Italiaan eten. Dus ja, je weet wel hoe blij ik daarmee ben. Dus ja, ik laat mijn camera hier, want ik heb geen tas. En dat is heel irritant. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En wij gaan vandaag iets heel erg leuks doen. We gaan met dolfijnen zwemmen. Ik kan niet gillen, maar ik vind het helemaal geweldig. Vind jij het ook leuk, Tom? Ja. Ik ga het proberen voor jullie vast te leggen. Ik hoop dat het lukt. Dolfijnen gezwommen en ik heb dat wel kunnen filmen. En het was zo leuk, hè Tom? Ja. Het was echt leuk met de dolfijnen zwemmen. Echt zo bijzonder om zo dicht bij die beesten te zijn en dan, ik weet niet, nog maar aanraken en kusjes geven en spelletjes doen. Het was zo leuk. Goedemorgen zonder zorgen. Het is vandaag donderdag alweer. We gaan zaterdag naar huis, dus we zijn hier nog maar 2 dagen. En dat doet pijn aan mijn hart. Ik wil hier gewoon echt niet weg. Ik moet er echt niet aan denken dat als ik straks weer thuis ben, dat het gewoon weer -3 is. En dat ik in de kou zit. En ik wil gewoon echt, ik wil gewoon overwinteren. Ik wil gewoon dit voor altijd. Och, dat ga ik echt missen. Maar ja, nog vandaag nog een hele dag, morgen nog een hele dag. En zaterdagochtend nog. Dus lekker genieten nog. Oh jongens, ik ben echt heel erg verbrand in mijn gezicht. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan nu lekker eten. We eten elke dag hetzelfde. En gewoon bij hetzelfde restaurant. Dus ik ben er eigenlijk een beetje stiekem een beetje klaar mee. Maar maakt niet uit. We zijn wel in Curaçao. We zijn altijd moe. Hè? We zijn altijd moe. Ja, dat ook. Ik val elke keer in slaap, jongen, hier. Ik weet niet wat het is, maar thuis ben ik echt een avondmens. Kan ik echt makkelijk tot 2 uur opblijven als het moet. Maar hier, jongen, ik val gewoon rond 10 uur, dan val ik gewoon om. Dan val ik gewoon in slaap hier. Ik ben gisteren ook aan tafel in slaap gevallen. Het is echt niet te doen. Zes. Kun jij praten? Oh, nou. Lekker. Hoi. Hoi. Vertel eens even wat leuks voor de vlog. Ik heb vandaag niet gezwommen. Je bent alleen maar in je kamer geweest. Nee. Oh. Mag niet zwemmen. Kan niet. Ik heb hond. Ja. En hier? Ga beter door een kwal. Ga beter door een kwal, want je bent zelf een kwal. Nou, dat zou niet veel zeggen als ik jou was. Ja, dit is de laatste dag, jongens. Nou ja, we hebben morgen nog. Maar... Thank you.
Als ze pizza hebben. Ja, het is Italiaans restaurant. Dan hebben ze pizza. Ja. Het is onze laatste dag. Nou ja, ik zei eigenlijk gisteren al dat het de laatste dag was. Maar eigenlijk is dit de laatste dag. Want ja, we hebben geen hele dag meer. We gaan om 5 uur of zo naar het vliegveld. Maar ja, dat is eigenlijk toch nog wel een dag. Maar goed, gisteren was de echte helemaal laatste dag. Maar nu, laat maar. Ik snap het niet. Ik snap mezelf niet eens meer. In ieder geval, we gaan vandaag naar huis. Kijk nou even achter me. Dit wil je toch gewoon niet verlaten? Krap. Godver. Nou, lekker dan. Geen krap voor de vlog. Ja, wat is dat? Eeuw. Wat is dat? Nee, dat is niks. Je hebt wel wat. Wat is dat dan? Ik doe. Eeuw. Eeuw. I don't wanna leave this place. Kijk nou even, jongens. Het is toch gewoon paradijs op aarde. We zwemmen gewoon hier vissen, zo hier in het water. Kijk, zie je het? Daar, het zijn allemaal visjes. Die zwemmen hier gewoon een beetje aan de oppervlakte. Echt superleuk. En daar. Best wel veel. Ik ben weer lekker thuis. Oh my god. En mijn camera is bijna leeg. Love my life. Net nu ik wil vloggen. Nou, ben ik weer. Het is inmiddels alweer donker buiten. Maar goed, ik ben dus weer thuis. En dat is van de ene kant heel fijn. Aan de andere kant wil ik gewoon huilen. Omdat, ja, ik weet niet. Het was daar gewoon heel lekker. Mooi weer. En hier is het gewoon koud en nat en blah. Maar ja, het is ook wel weer chill om weer thuis te zijn. De vlucht was best wel chill. We hadden het echt in 8 uur gevlogen. En ik heb ook wel geslapen. Ik heb vandaag ook geslapen en dat is eigenlijk best wel slecht, want eigenlijk moest ik gewoon wakker blijven de hele dag. Maar ik kon het gewoon niet. Ik zat hier op de bank echt zo. Ik kan echt niet wakker blijven, maar goed, het komt helemaal goed. Ik denk dat ik niet heel veel last van mijn jetlag ga krijgen. Dus nu ben ik lekker op de bank tv aan het kijken. En morgen ga ik echt volop huiswerk maken. Want, woe, dat moet ik echt gaan doen. Het normale leventje gaat weer beginnen. Het is echt... Serieus, pas 7:30, 8 uur. Maar ik ga nu pas in mijn... Nu al in bed liggen. Want ik lag net op de bank. Of ik zat op de bank en ik viel gewoon continu in slaap. Dus dat is echt niet te doen. Dus ik ga nu lekker naar bed. Ik ga gewoon even Netflix aanzetten. En dan kijk ik wel hoe laat ik in slaap val. Dus dat betekent dat dit het einde is van deze weekvlog. Ik hoop dat ik een beetje genoeg heb gevlogd. Want ik vond het wel weer erg lastig om elke dag iets interessants te filmen. Maar goed, in ieder geval, ik heb super erg genoten van mijn vakantie in Curaçao. Het was echt, ja, ik weet niet, het was echt een van de leukste vakanties. Nou, het was denk ik gewoon de leukste vakanties die ik heb gehad. Het land is gewoon heel mooi en ik ben gewoon heel erg blij dat ik er ben geweest. Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!